En die kans werd met beide handen aangegrepen, zoals gisteravond bij de training in het stadion van PSV. De spelers van Barcelona hebben gekozen voor een hotel midden in de stad. Straks lopen ze daar naar buiten, gaan ze naar de bus en dan rijden ze een paar honderd meter om daar te gaan voetballen in het PSV-stadion. Messi, ik zie hem dadelijk gewoon. Ik weet het zeker. Ik ga hem gewoon een foto mee maken, alles. Komt goed. Handtekening ook? Hij schot voor ons, hè. Hij schot voor ons. Ik wil Messi zien natuurlijk. Ja, het is gewoon... Ik weet niet wat. Dit is gewoon echt... Dit geeft me echt gewoon... Super bijzonder. Dat komt niet vaak voor natuurlijk. Dat is mijn held. Dus ja, ik wou hier per se naartoe om te kijken of ik een handtekening kan scoren. En als die hier langskomt, hè, wat ga je dan doen? Una foto zeggen. Ja, ik zweer, ik kan er hier bij huilen. Ja, het is... Ja man, ja, Messi is mijn... Ik ben al mijn leven van het begin af fan van Barca en Messi, snap je. Dus ja. Voetbalkenner Piet de Visser uit Oosterwijk is nu 84. Hij was trainer, maar heeft ook duizenden voetballers gescout. Lionel Messi is de beste. Ik had het geluk dat ik bij een wedstrijd van Barcelona was scouten voor PSV. Ik zag op het bijveld een jong team spelen en daar speelde Messi mee. Hij weergaloos. Dus ik wist ook niet dat het Messi was. Hebt u toen nog geprobeerd om Messi naar Eindhoven te krijgen? Ik ging gelijk naar de mensen van Barcelona toe, die ik kende. Ik zei, verdomme, zou die niet in Holland willen spelen? Nou, ik werd vierkant uitgelachen. Messi hebben wij met groeihormonen naar Barcelona gehaald. Nu gaat hij juist een beetje groeien. Die gaat nooit meer uit onze handen wegkomen. Toch had Messi bijna nog voor PSV gevoetbald, op huurbasis, omdat Messi de papieren bij Barcelona nog niet rondkreeg. Oud-voorzitter Westerhof kreeg die kans en informeerde bij de PSV-scout. Nou ja, hij heeft mij gevraagd aan Messi. Ik zei, ja, dat is de beste van de wereld. Op die leeftijd, hè? Uiteindelijk ging het niet door. Nu is Messi wel in Eindhoven, maar wel tegen Eindhoven. Ik hoop dat PSV daar een leuk resultaat haalt. Ik zou het leuk vinden, zo 3-3, weet je wel. 2-0 voor Barca. 3-1 voor PSV. 4-1 voor Barca. Nou, ik zeg laatste minuut 1-0 voor PSV, omhaaltje Luc de Jong. En oh ja, de fans kregen Messi nog even te zien. Alhoewel, het was deze Messi.